Onze presentatie gaat beginnen. Net als velen van ons is dit ook voor mij de eerste keer, dus het is weer wennen hoe dit precies gaat werken. In ieder geval fijn dat jullie er zijn. Wij willen jullie graag meenemen in het grootste passief woonzorgcomplex van Nederland. En we willen graag de kennis delen die we hebben opgedaan in het project over passief bouwen en elektrisch verwarmen. Ik ben Heiko Haarsjes, ik werk bij Sintes Achmea. En Sintes Achmea belegt namens een aantal pensioenfondsen in vastgoed. Vooral woningen, maar ook een deel zorgvastgoed. En vanuit die hoedanigheid ben ik betrokken bij de veldhuislocatie. En ik heb ook het project Veldhuis mogen begeleiden. Ik zal vandaag de presentatie doen met een tweede andere persoon, dat is Gerrit van der Pol. Gerrit heeft namens Veem de ontwikkeling gedaan van het complex en het woonzorgcomplex. En zal ons meenemen van de ontstaansgeschiedenis tot aan de klimaatconceptkeuzes. Ruud Roon, adviseur passief bouwen, neemt ons mee in het onderwerp passief bouwen en elektrisch verwarmen. Tot slot zal ik de presentatie afronden met de ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan in het project om die te delen. In de chat zit Richard Hoeven. Richard Hoeven is verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van de bouw en kan daarover vragen beantwoorden. En Ralf Vos van Brink Climate Systems is een leverancier van het ventilatiesysteem in de woningen en die kan daar vragen over beantwoorden. Graag wil ik starten met het laten zien van het eindresultaat van de veldhuislocatie, inmiddels Veldhuis. De totstandkoming van zo'n complex gaat niet door één partij, maar heel veel partijen. En een aantal van die partijen kun je zien op deze foto. En dat geeft ook aan hoe belangrijk is samenwerking in het realiseren van projecten. En in de presentatie willen we dat ook continu terug laten komen en willen iedereen een plekje geven in de presentatie. En ook dat ieders deel wordt belicht. Als eerste wil ik de ruimte geven aan Gerrit om ons mee te nemen bij het startpunt van het ontstaan van dit complex. En bij deze wil ik Gerrit graag uitnodigen. Voor deze introductie. Goedendag allemaal, mijn naam is Gerrit van der Pol. Ik werk bij Veem Planontwikkeling. Ik werk als senior planontwikkelaar. En ik hou me vooral bezig in de haalbaarheidsfases en strategiefases van woonzorgprojecten om die op gang te trekken. Ik doe dat in opdracht vaak van zorgorganisaties als gedelegeerd opdrachtgever. En voor dit specifieke project is dat dus ook zorgorganisatie Klein Geluk geweest. En daarnaast heeft Veem ook verantwoordelijk voor de architectuur van het gebouw. En ik neem u graag mee vanaf het begin dat ik betrokken ben geraakt tot aan de keuze voor klimaat. Ik wil graag beginnen met wat de visie is die achter het gebouwconcept ligt. Omdat ook het referentiebeeld is waar we uiteindelijk voor doen. Zowel van Veem als voor onze opdrachtgevers in de zorg, zoals ook Klein Geluk. Wij doen het voor een mooie oude dag voor de mensen die uiteindelijk de pech hebben om misschien dement te worden of in een verpleeghuis te komen vanwege een andere reden. Om ook voor die mensen een volwaardige woning te kunnen blijven bieden en zoveel mogelijk kwaliteit van leven te kunnen blijven bieden. En die droom die de Klein Geluk had, was in 2012 om in Apeldoorn een nieuw woonconcept te realiseren. Wat daaraan voldeed. En wat tevens voldeed en voldoet aan een overheidsbeleidsbestendig gebouw. En dat heeft te maken met verschillende financieringsvormen die tegenwoordig in de zorg toepasbaar zijn. En dat hebben we gedaan vanuit de integrale benadering. Er is een zorgvisie. Maar ook een duurzaamheidsvisie, een financiële visie, een gebouwvisie, het moet coherent zijn. En we hebben te maken gehad met de ruimtelijke ordeningsaspecten. En ik ga ze niet allemaal bij langs, maar u zult ongetwijfeld kunnen voorstellen dat het traject is waarbij over
zorgvuldige parameters besloten moet worden. Met als eindelijk resultaat dat we niet meer verblijven in een verpleeghuis zoals dat vroeger was, maar dat mensen ook recht hebben op een eigen woning, ondanks dat zij door de pech hebben gehad door de ziekte getroffen te worden. Daar liggen een aantal kernwaarden onder dat woonconcept. Kernwaarden zijn vooral gericht vanuit het bewonersperspectief, zoveel mogelijk eigen regie behouden. De eigen leefwijze is het vertrekpunt en mensen hebben daarvoor ook de ruimte nodig zoals je die vroeger, voordat je naar een verpleeghuis zou moeten verhuizen, ook in je eigen woning zoveel mogelijk je eigen dingetjes hebt. Dat er privacy is waar je je kan terugtrekken op je appartement, waar je je thuis voelt, waar een prettige woonomgeving. Maar ook sociale veiligheid, de buren kennen, de zorgmedewerker kennen, werken met vaste teams en dat daar ook professionele zorg geleverd wordt. De bouwsteen voor dit woonconcept, dat is bij ons een eigen twee-kamer-appartement van ongeveer 45 vierkante meter. En dat bestaat dus uit een eigen keukenblokje, een woonkamer, een slaapkamer en een badkamer. Allemaal voorgesorteerd op draaicirkels voor het kunnen verlenen van hulp met rolstoel, toegankelijkheid. Maar ook voorgesorteerd op het kunnen verhuren, bijvoorbeeld in de sociale huur of in de middendure huur, afhankelijk van het afwerkniveau van de woning. Waardoor het niet alleen voor de zorgorganisatie een courant pand wordt, maar ook voor een eventuele eigenaar, een corporatie of belegger. Dan neem ik u graag even mee in de plek waar dit gebouw zich gaat, waar het gebouw is komen te staan. Het project is gerealiseerd in Apeldoorn Centrum. De oranje cirkel laat zien waar de locatie gelegen is, langs het kanaal. Ten zuiden van de locatie zijn twee supermarkten gelegen. Het centraal station van Apeldoorn is vlakbij en ook het hoofdwinkelgebied. En we hebben geluk gehad deze locatie te kunnen vinden, omdat uit het marktonderzoek van Klein Geluk bleek dat in het centrum van Apeldoorn eigenlijk helemaal geen woonvorm voor deze mensen beschikbaar is. Terwijl daar wel een grote wens naar was. En dat de bouwcombinatie Trebbe-Klokontwikkeling deze locatie in de economische crisis die in 2008 begon, gelukkig nog niet in ontwikkeling had gebracht, konden wij hier met ons plan heel mooi op landen. En het plan uiteindelijk, om u wat mee te nemen in de situatieschets, is een woongebouw in een U-vorm, waarbij het groene deel tuin, dus een binnentuin. We hebben uitzicht over een kanaal wat er voorlangs loopt en langs de weg. Dus er is van elke kant van het gebouw is eigenlijk wel wat te beleven. En dat maakt het gebouw eigenlijk vanuit elke hoek interessant. Is er iets waar mensen van kunnen kijken en genieten? Dan zoom ik graag ook nog wat in op de plattegrond. Het plattegrond is opgebouwd uit vier bouwlagen met 17 eenheden. En de bovenste twee bouwlagen zijn aan één zijde bestaan uit 8 eenheden. En elke bouwlaag heeft naast de appartementen gezamenlijke ruimten en ontmoetingsruimten. Die gezamenlijke ruimte noemen wij geen huiskamers, want de huiskamers zitten in de eigen appartementjes. Maar die gezamenlijke ruimtes zijn buurtkamers, ontmoetingsruimtes, pleintjes. En hebben allemaal een thema gekregen die overeenkomen met lokale activiteiten. U kunt zich voorstellen dat Paleis Het Loo kamer is, zoals in Apeldoorn het paleis staat. Maar er is ook een kerkplein, een marktplein en meer lokale verbindingen worden op die manier gelegd. Overal komt ook daglicht in het gebouw, zodat mensen als ze het appartementje uitkomen ook kunnen zien dat daar hoe het gebouw verder op het dag is of nacht. Dat is goed voor het nachtritme en de gezondheid. Uiteindelijk is daar een gebouw uit voortgekomen dat voldoet aan dit beeld. Waarbij we met een aantal sfeerfoto's ook willen laten zien, ik wil laten zien hoe dat dan van binnen er ongeveer uit kan zien. Een twee-kamer appartement waar mensen dus zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Met ruimtes voor ontmoeten. Binnen en buiten. Er zijn mogelijkheden voor gezamenlijk eten, afsluitbare buurtkamers.
Mensen hebben contact met de buitenwereld via een raampje bij de keuken. En andersom heeft de buitenwereld of de zorgmedewerker op die manier ook gemakkelijk een korte blik in de woning kan doen. En er is een gelegenheid voor gezamenlijk te koken. En die leefkeuken, eetkeuken is tegelijkertijd ook de werkplek van de medewerkers. Nou, op deze manier hebben wij een gebouw, in ieder geval wat vanuit gebruik, heel erg aansluit bij de visie van zoveel mogelijk mensen een eigen leven te kunnen leiden en hun eigen dingen te kunnen doen. En daar sluit ook aan een keuze van, maar welk klimaatconcept hoort dan bij zoveel mogelijk eigen regie, eigen keuzevrijheid? En we hebben daarvoor vanuit de zorg een aantal eisen neergelegd waaraan het zou moeten voldoen. Dat is geschikt zijn voor de doelgroep qua gebruik. Er werd net in het inleidende praatje al door Claudia Bouwens iets gezegd over bijvoorbeeld vloerverwarming. Vloerverwarming is op zich heel geschikt voor de kleine appartementen, omdat daarmee ruimte bespaard wordt. Maar het is voor deze klantgroep geen effectieve vloerverwarmingsmiddel, omdat de reactietijd heel erg traag is. Nou, voor de rest hebben wij een aantal andere eisen opgesteld. En een van de energieconcepten die we konden kiezen, die op het lijstje stond, was ook het passief bouwen. En daarvoor gaat Ruud jullie nu meenemen in wat dat passief bouwen dan precies inhoudt. Ja, dankjewel Gerrit voor deze introductie. Wie had kunnen denken dat wij 4 jaar geleden met het eerste idee kwamen om eens te gaan praten over passief bouwen en dat we 4 jaar later het plan opgeleverd hebben gezien. Mijn eerste slide gaat over waarom duurzaam. Ik begin daar toch altijd mee om even je dingen in het juiste perspectief te zetten. Wij zijn architect, wij hebben een architectenbureau in Emmen. Wij zijn sinds 1 jaar of 6 eigenlijk alleen nog maar bezig met passief huizen en passief gebouwen. En wij doen dat omdat wij een sterke drang voelen om mensen die plannen hebben om te bouwen te adviseren om vooral rekening te houden met het toenemende klimaatprobleem wat we hebben. Voor mij staat het altijd bovenaan. Dat is de intrinsieke motivatie die wij hebben. Ik merk wel vaak dat in de bouw nog gekeken wordt naar vooral het economisch belang en hoe kunnen we toch vooral zo goedkoop mogelijk een oplossing vinden. Ik denk, en daar worden we ook steeds meer van bewust, we breken steeds meer records in Nederland, ook wat temperatuur in gaat. We hebben een serieus probleem, groter als stikstofprobleem en corona en noem maar op waar we nu mee te maken hebben. En daar moeten we aandacht op focussen en laten we dat altijd in het achterhoofd houden als we het hebben over hoe gaan we een gebouw realiseren. Wij zijn erg enthousiast over passief bouwen geworden. Passief bouwen is niks nieuws, bestaat al heel lang, maar is in Nederland nog steeds redelijk onbekend. Nou, daar zijn allerlei redenen voor te verzinnen. Daar zal ik nu al niet op ingaan. Het heeft wel 3 belangrijke kenmerken. En het allerbelangrijkste kenmerk vind ik zelf is een maximaal comfort. De doelgroep die Gerrit al op doelde, willen in regie zijn, maar willen ook goede zorg hebben. Willen ook een comfortabel gebouw hebben. En eigenlijk geldt dat voor iedereen, wil een comfortabel gebouw hebben. En in de regel is het zo dat als je niet ziek bent, dan denk je er ook niet aan. En wij vinden dat een gebouw net zo moet reageren. Een gebouw moet als vanzelfsprekend als een warme jas om je heen zitten. En je moet niet denken het is nu te koud, de verwarming moet hoger of het tocht hier het raam moet dicht. Het moet een optimaal comfort bieden. En passiefhuizen worden wereldwijd erkend als zijnde de meest comfortabele manier van bouwen. Tweede, ook niet onbelangrijk is dat je daarmee een gezond binnenklimaat hebt. Dat heeft ermee te maken dat je niet alleen 24 uur per dag goed geventileerd huis hebt, waarbij ook fijnstof en pollen en allerlei andere ongewenste zaken vermeden worden, maar je hebt ook geen enkel kans op risico, op schimmelvorming en dat soort dingen. Luchtvochtigheid, alles wordt doorberekend in de passiefhuismethode, waardoor je uiteindelijk een heel gezond binnenklimaat hebt. En de laatste, en dat is toch waar vaak de focus op gelegd heb, omdat dat makkelijk in geld uit te drukken is, is een minimaal energieverbruik. En dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk als ik refereer naar mijn eerste sheet, om te zeggen hoe kunnen we die CO2-uitstoot terugbrengen. We willen natuurlijk dat ook doen door fossiele brandstoffen te besparen.
Ik ga eerst beginnen met een algemeen filmpje wat al jarenlang op internet te vinden is over wat passief bouwen is. Maar de kracht van het filmpje is dat het toch heel snel tot de kern komt. En dan hoop ik dat het hiermee opgestart kan worden. Ja. Passive House explained in 90 seconds. Does your house have a heater in the basement or maybe a fireplace? Probably also a central air conditioner or maybe a window unit. Did you ever wonder if it was necessary? In 1991, a physicist in Austria, Dr. Feist, built the first passive house. Here's what he did. 1. Proper insulation. It's just like wearing the right winter jacket, it also doesn't need a heater. 2. No air leakages. There should be no holes, small or large, to let hot air out of the house. 3. No thermal bridges. A thermal bridge is like a road for heating energy in which warmth can travel right through your walls. As a matter of fact, most of our houses have thermal highways in our walls where heat can easily travel to the outside. Plus, the house needs proper windows most of the time with triple pane glass. It needs to be oriented properly so the sun can heat it in the winter and shade is provided in the summer. And it uses an HRV, a device that provides the inside with fresh air without letting the heat out. Add all these things up, and it turns out your house doesn't need a heater or air conditioner. So where does the heat come from? A passive house needs 90% less energy, and that can easily be supplied by your body heat, the sun, your appliances, light bulbs, and even your TV. This saves you a lot of money on your heating bill and helps preserve the environment. Did we make it in 90 seconds? You bet we did. En nu ben ik nieuwsgierig hoe ik terugkom. Ah. Een heel kort filmpje over passief bouwen. Nou ja, de essentie is dat het een aantal kenmerken heeft die hier nog een keer opgezomd zijn. Het allerbelangrijkste, of niet het allerbelangrijkste, maar wat wij wel belangrijk vinden is dat, dat wij het passieve huis ook altijd laten certificeren. Op het moment dat je kiest om niet te certificeren, betekent het eigenlijk ook dat je niet 100% zeker weet dat je die kwaliteiten ook na gaat streven. Wij ontwerpen een gebouw voor een klant van ons, die verwacht daar iets van. En wij willen dat ook waarborgen en vandaar dat wij al onze gebouwen ook werkelijk gaan certificeren. En dat is geen sinecure, dat is een wereldwijde online gebeuren waar heel veel dingen bewezen moeten worden en gedocumenteerd moeten worden. Maar eigenlijk loopt het al vooruit op de wet kwaliteitsborging die we straks in Nederland hebben. Dus daar zijn wij dan ook niet zo heel erg bang voor. Het hart van het passief bouwen is eigenlijk een rekenprogramma. En dat heet PHPP, Passive House Planningspakket. Een Excel-programma met iets van 40 tabbladen waar een heleboel cijfertjes en dingen in te herleiden zijn. Daar komen we straks even op. De kenmerken zijn dat het gebouw zoveel mogelijk geoptimaliseerd wordt om de gratis energie van de zon te benutten. Dus de oriëntatie is cruciaal. En wij hebben regelmatig gesprekken met stedenbouwkundigen waarvan we zeggen van let nou met het maken van plannen in omgevingsvergunningen. Let nou op hoe de oriëntatie van huizen is. We zijn in de regel, hebben we ons gefixeerd op grondprijzen en rijtjeshuizen moeten rug aan rug gebouwd worden, want dat levert het meeste geld op. Maar dat betekent dat één rij heel goed georiënteerd is, terwijl de ander dat veel minder is. Dus ik denk dat daar meer aandacht voor moet komen om beter op de zon te oriënteren. Is niks nieuws, is in het verleden op scholen ook allemaal al les in gegeven, maar we zijn het vergeten. Een compact ontwerp, en dat sluit eigenlijk wel een beetje aan op nu de nieuwe BANG-systematiek, die ook de verhouding ALS, AG, dus de thermische schil, vloeroppervlak, mee laat wegen in de kwalificatie. Dus dat compact ontwerpen is ook zeker bepalend voor hoe energiezuinig wordt je gebouw. We hebben hoge isolatiewaardes. En wat zijn hoge isolatiewaardes? We hebben onlangs een woning in Utrecht opgeleverd. Die had een RC-waarde van 14. Zullen sommige mensen zeggen van ben je nou helemaal gek geworden? Maar dat is wat nodig is om datgene te behalen waar wij naar streven. Dat heeft daarmee te maken dat die woning niet helemaal optimaal georiënteerd was. Redelijk klein, wat het ook lastig maakt.
Maar uiteindelijk is hij als passief huis gecertificeerd, dus het is gelukt. Geen thermische bruggen, kierdichting, inmiddels ook al denk ik gemeengoed geworden. Ventilatie met warmteterugwinning, onontbeerlijk in een energiezuinig huis. Kierdichting en ventilatie met roosters in de gevel zijn twee dingen die niet samengaan. En we willen zoveel mogelijk gebruik maken van passieve koeling. Wat betekent dat we eigenlijk het huis koel willen houden zonder een airco. Een airco is weer een energieslurper. We willen gebruik maken van zomer-nachtventilatie. Dus als het 's nachts wat koeler is, wat ramen tegen elkaar openzetten. Dat is een prima bewezen methodiek. En nog veel beter is het om te zorgen dat de warmte niet binnenkomt. En een dikke jas die je aantrekt om de kou buiten te houden, dat werkt ook prima tegen de warmte. Sla eentje over. Passief bouwen is niks nieuws, zei ik al. Wereldwijd werken er 7000 man bij alle stichtingen over de wereldwijd om mensen te ondersteunen om dat te doen. Er zijn tienduizenden, honderdduizenden gebouwen over de hele wereld gebouwd. En het mooie is dat de systematiek ook overal hetzelfde is. Wereldwijd gezien is passief bouwen de snelst groeiende methode om de gebouwde omgeving te verduurzamen. En in sommige landen is het echt booming. Alleen in China al is verleden jaar eigenlijk begonnen met passief bouwen. En er is in één stad 2 miljoen vierkante meter aan passief bijgebouwd. Dus het gaat er op een schaal die we ons helemaal niet voor kunnen stellen. Maar het belangrijkste vind ik altijd om te laten zien dat het niks nieuws is. Wij horen nog wel regelmatig van, oh, we wachten even totdat de kinderziektes eruit zijn. Nou, dan moet ik toch al altijd een beetje gniffelen van. Als er iets is wat zich al bewezen heeft en wat ook al 30 jaar lang gemonitord wordt, waarvan alle gebouwen ook online in een database terug te vinden zijn, van hoe zijn ze gebouwd en hoe presteren ze. Er is geen enkele methodiek die zich al zo bewezen heeft. Om tot een passief huis te komen moet je de PHPP gebruiken. In Nederland hebben wij de NZTB, dat is feitelijk een Nederlandse vertaling van de PHPP. De rest van de wereld gebruikt de PHPP, dat is een Engelstalig of Duitsstalig programma. Wij hebben dan de Nederlandse vertaling, waarbij in de Nederlandse vertaling ook in een versie de vertaling naar Bing gemaakt kan worden. Ik denk dat dat nu in ontwikkeling is, omdat de Bing ook nog niet helemaal uitgekristalliseerd is. Wat is de PHPP-berekening? Ik zei het al, het is een Excel-bestand. En wat ik daar heel mooi aan vind, is dat je eigenlijk elk vakje ook kunt zien hoe is de formule opgebouwd. Het is bedacht door twee natuurkundigen die heel simpelweg allemaal fysische formules op één hoop gegooid hebben om te bepalen wat is de energiebehoefte. En door middel van allerlei tabbladen kun je perfect zien hoe ziet een gebouw nou in elkaar. En je krijgt ook feeling op het gebouw. Het is daarmee een integrale ontwerptool. En eigenlijk de Bang niet is. De Bang is een toetsingstool om te kijken van voldoet hij aan de eis van het bouwbesluit. Maar de PHPP is een ontwerptool. Doordat je grip krijgt op allerlei zaken kun je de perfecte afweging maken tussen ga ik nou een centimeter meer isoleren of ga ik een iets betere beglazing toepassen of ga ik nog wat hoger rendement WTW toepassen. Alles om te komen tot die 15 kilowattuur per vierkante meter eis. Dat is een van de belangrijkste eisen, dus de warmtevraag 15 kilowattuur per vierkante meter. En dat, ja, dat is een universeel iets. Die eis is ook overal over de wereld hetzelfde, alleen het maakt wel wat uit waar je dat bouwt. Want een koude locatie of een warme locatie. Nederland heeft bijvoorbeeld 6 klimaatzones. En als ik in Zeeland het gebouw wil bouwen, ben ik feitelijk maar de helft aan isolatie nodig als dat ik hem in een eiland bouw of dat ik hem in Noord-Groningen bouw. Dat heeft te maken met het aantal zonuren. En dat is zo, daarom zie je dat de zon zo bepalend is voor je energiefactor. En dat komt allemaal terug in de PHPP. Hè. De EPC die houdt helemaal geen rekening met de locatie in Nederland. Die gooit dat zeg maar forfaitaire. Maar de PHPP krijg je echt overal prima grip op. En dat vinden wij belangrijk. We willen weten waar we het over hebben. Eigenlijk werd ik getriggerd door het feit dat de uitkomsten van een EPC-berekening elke keer heel anders waren als dat ik hetzelfde gebouw ook in de PHPP-berekening ging berekenen. Ik denk dat ik inmiddels een paar honderd gebouwen doorgerekend heb, zowel EPC als PHPP.
En als je kijkt naar de standaard isolatiewaarden zoals ze nu gelden bij de EPC 0,4 regel, dan zegt die EPC, en dan moet je een beetje dieper in de uitkomsten gaan puzzelen, maar dan kun je lezen dat het gebouw 50 kilowattuur per vierkante meter gebruikt. Ik noem dat ook altijd de kwaliteitseis van een gebouw of de kwaliteitskenmerk. EPC is een referentiegetal, is geen tastbaar getal, maar kilowattuur per vierkante meter is een hele mooie graad om te zeggen hoe goed is nou je energetische kwaliteit van je gebouw. Diezelfde woning in de PRPP berekend komt op 75 kilowattuur. En dat is toch maar zo even 50% meer aan energieverbruik als wat er EPC voorgeschoteld wordt. En wij hebben, wij vinden het eigenlijk een beetje jammer dat daardoor veel concepten ook niet datgene doen wat van ze verwacht wordt. En dat ook gebruikers opgezadeld worden met hogere energielasten als die eigenlijk voorgeschoteld zijn. Maar er blijkt eigenlijk ook wel uit dat de EPC niet echt een geschikt programma is geweest om te ontwerpen, maar dat het ook puur een ontwerp, een toetsingstool is. Wat is nou het vervelende eigenlijk aan de hele situatie, is dat wij zeggen die 75 kilowattuur, ja, die vinden wij gewoon veel te hoog. Dat kan veel lager. Wij kunnen met veel meer isolatie, kunnen wij naar die 15 kilowattuur per vierkante meter gaan. Dus wij hebben in de regel een RC-waarde van gemiddeld 9. En dan komen we uit op 15 kilowattuur. En als je nou dat gebouw met die isolatiewaardes van 9 met een ventilatiesysteem D, dus balansventilatie, terug gaat zetten in diezelfde EPC-berekening, dan ga ik van 50 naar 45. Dus eigenlijk zie je dat de EPC helemaal niet zo goed reageert op die hoge isolatiewaardes. En dat is waardoor in Bouwen Nederland ook algemeen een beetje de gedacht wordt van ja, isoleren boven een RC van 6, dat heeft geen toegevoegde waarde. Het heeft wel degelijk toegevoegde waarde en omdat ik dat een belangrijk onderdeel is, ga ik dat in mijn volgende sheet laten zien. Ik ga niet de formules allemaal uitleggen, maar het zijn simpele natuurkundige formules die PAPP allemaal zelf voor je uitrekent, maar ze zijn ook heel eenvoudig eigenlijk zelf na te regelen. De weerstand van een warmteweerstand van een thermische schil heeft te maken met de dikte keer de lambda-waarde van je isolatiemateriaal. En als je dat gewoon in een energieberekening gooit, dan zie je dat twee keer zo goed isoleren betekent ook twee keer zoveel energie besparen. Wat is nou het feit bij een gebouw? Is dat het gaat om de totale schil van het gebouw. Dus om op alle componenten samen, die wegen mee. En als je de muur heel goed gaat isoleren, maar je vergeet om de ramen goed te isoleren, of je gaat het dak ga je niet goed isoleren, dan heb je dus een zwakke schakel in je gebouw. En daardoor wordt het rendement van een extreme hoge isolatie in de muur wordt niet meer meegenomen, omdat je ergens anders een te slecht onderdeel hebt. Dus de totale gebouwschil moet je integraal beoordelen. En dat is wat de PAPP perfect kan. Dat is best wel een complexe berekening. Wij zitten in de regel een dag of 3-4 bij een PAPP-berekening, terwijl ik in een uurtijd een EPC-berekening klaar heb. Dus dat zegt ook wel iets over de complexiteit. En daar hebben ze gelukkig iets op gevonden. Ondertussen is er een SketchUp variant, waarbij je, als je een beetje handig in SketchUp bouw bent, kun je in zo'n gebouwtje ook in een uur of twee erin zetten. En dan kun je eigenlijk middels een design PH plugin kun je al heel snel in de ontwerpfase kijken van is mijn oriëntatie goed, zijn mijn schaduwfactoren goed. De opwarming, hè, waar we nu in de Bang-eisen mee te maken krijgen, temperatuuroverschrijding juli, is iets wat al ingebakken zit in de PAPP-berekening. Je krijgt ook geen certificaat als je niet voldoet aan de minimale opwarmingseisen. Dat zit allemaal al in de design PH ingebakken, dus voor de ontwerpers zou ik zeggen, ga hier gebruik van maken. Dit is een ideale tool om, zonder dat je nou de complexe materie van een PAPP of een NZTB al helemaal moet doorgronden, kun je met design PH al een heel stuk in de goede richting komen. Kern van passief bouwen vind ik dat je het gebouw oriënteert op de zon, dat je dat met een goede schil doet en dat je daardoor de installaties minimaliseert. Wij hebben ook wel, voordat we met passief bouwen echt bezig waren, hebben wij ook gebouwen gedaan waarbij we alle mogelijke toeters en bellen toegepast hebben. Ik woon zelf ook in zo'n gebouw en ik heb 10 jaar geleden gebouwd. En je ziet dat toch vaak lastig af te stemmen is. Je hebt met een TCO-factor te maken, je hebt met storing te maken.
In die zin zou ik zeggen, keep it simple en maak gebruik van de bouwfysische kwaliteiten die het gebouw heeft en maak gebruik van de gratis beschikbare zonne-energie. Zeggen ze, komen we even bij het kostenverhaaltje. Het eerste wat je vaak hoort natuurlijk is dat, en zeker bij aannemers, ja, passief bouwen, ja, dat is toch wel erg duur. Deze tabel die laat de verhouding zien tussen investeren in een gebouw en de energiewinst die je daarmee haalt. Dus als ik aan de rechter kolom de onderste schaal geeft de energiekwaliteit weer, van kilowattuur per vierkante meter. En als ik zeg maar een slecht gebouw heb, een slecht tussen aanhalingstekens 100 kilowattuur per vierkante meter. Ik wou dat dat gemiddeld in Nederland was, maar dat is het nog niet. Dan zeg maar dat is de basis, dan investeer ik geen bouwkundige kosten. Wil ik dat naar nul brengen, dan moet ik naar links brengen, de blauwe lijn. En dan zie je dat met name op het laatste stukje, om die laatste van 20 naar 0, dan gaat het exponentieel stijgen, omdat je dan steeds meer maatregelen moet doen om effect te krijgen. De energiekosten die zijn eigenlijk rechtlijnig ten opzichte van jouw kilowattuur per vierkante meter verrein. Dat is die groene lijn. En het interessante is om te kijken van wat is nou de samenvoeging van investeren in een gebouw en de energiebesparing die ik ermee heb. Dan heb ik het niet over de initiële bouwfase, maar dan heb ik over de levensduur of de gebruiksperiode van een gebouw. En als je die twee dingen combineert, dan heb je het over die rode lijn. Dus dat is bouwkundige kosten plus energiekosten bij elkaar opgeteld. Dan krijg je een curve waarbij hoe lager je in die curve zit, hoe economischer het model is. En onderaan die curve, en dat punt dat zit in de buurt van die 15, daar hebben ze als uitgangspunt genomen voor 15. Deze tabel die hebben ze 30 jaar geleden gemaakt, die natuurkundigen, en die zeggen van wij moeten 15 nemen als referentiepunt, omdat dat de ideale combinatie is tussen bouwkundige kosten en energiebesparing. En je komt dan op een moment, en dat is niet in alle klimaatzones zo, maar je komt dan op een moment dat je een knikje ziet, waarbij je eigenlijk kunt zeggen, we hebben helemaal geen verwarming meer nodig. En dan ga je in één keer je bouwkosten ook naar beneden. Nou, we hebben hier in Nederland natuurlijk te maken met de gaswet. Elk huis moet voorzien zijn van verwarming. Dus helemaal zonder verwarming zullen we in Nederland niet gaan halen, maar dat knikje, dat zit wel op datzelfde punt van 15. En daarom is die 15 kilowattuur als streven het meest ideale. Wat leidt tot de bouwkosten? Onze ervaring is, wij zijn, koploper in Nederland als het gaat om gebouwen die wij passief ontworpen zijn. En wij doen veel particuliere woningen en die zijn in de regel zo'n 3% duurder. Bij een 200 een kapper en dan heb je al één gemeenschappelijke wand. Dus waar je minder aan één verliest, daar is het verschil al kleiner. Bij een rijtjeswoning heb je nog veel meer woningschijnende wanden. Daar kun je passief bouwen, initieel goedkoper bouwen als een traditioneel gebouw. En bij appartementen is het nog leuker, want daar zijn ook de vloeren woningschijnend. En daar heb je nog minder energieverlies in zijn geheel. Dus hoe groter het gebouw, hoe gunstiger de geveloppervlak-vloerverhouding, des te minder isolatiemaatregelen hoef je te doen. En bij het appartementen in Apeldoorn is het zelfs zo dat wij op de Zuidgevel eigenlijk helemaal geen extra isolerende maatregelen gedaan hebben. Wij hebben de passief bouwmethode gebruikt en de rekenmethodiek om vooral wat balans in het gebouw te brengen. Om te zeggen aan de koude kant, aan de noordzijde, daar gaan we meer isoleren. En aan de zuidkant, daar zijn we de isolatie eigenlijk niet nodig. Dus per saldo zal de temperatuurbalans in het gebouw veel meer hetzelfde worden. En nu zijn die energielasten misschien verdeeld door een corporatie of een verhuurder, maar bij een appartementencomplex krijg je daardoor ook een eerlijke energieverbruik bij verschillende bewoners. Maar dat bouwen in passief eigenlijk nog goedkoper is voor een appartementengebouw als een traditioneel gebouw, dat is nog niet bij iedereen bekend, is mijn ervaring. Nou, dan komen we even op het verwarmingsconcept. Wij hebben voor Apeldoorn alle mogelijke concepten eigenlijk op een rijtje gezet. En uiteindelijk heeft dat er ook toe geleid dat die beslissing gevallen is om te zeggen van we gaan voor dat concept.
We zitten nu sinds een jaar of anderhalf jaar dat we helemaal niet meer op gas mogen bouwen. Dus ik heb het gasconcept maar even losgelaten. En feitelijk moeten alle gebouwen nu elektrisch verwarmd worden. En nou, daar heb je naar mijn idee twee smaken in. Je hebt een elektrische verwarming met rendement, zijnde een warmtepompachtige oplossing. Of je hebt een elektrische verwarming zonder rendement. En elektrische weerstand of infrarood is in beide gevallen een verwarming waarbij geen rendement plaatsvindt. Ik weet dat er veel discussies zijn en leveranciers van infraroodverwarming zullen mij dit niet in dank afnemen. Maar het gebouw alleen plaatselijk verwarmen of lokaal verwarmen is wat anders als een gebouw continu op dezelfde temperatuur hebben. En dat is wat passief bouwen, omdat je een goed geïsoleerde schil hebt, heb je eigenlijk ook automatisch overal dezelfde temperatuur binnen. Dus infraroodverwarming kan ook prima in een passief gebouw. Maar ik zou ook bijna zeggen alleen in een passief gebouw. Want anders is het een beetje, krijg je een te hoge energielasten, een te hoog energieverbruik. Als je energievraag, je energiebehoefte van je gebouw niet voldoende naar beneden gebracht is. De ontwikkeling van passief bouwen, of eigenlijk moet ik zeggen van energiezuinig bouwen in Nederland, even snel vertaald, 1996 is de invoering geweest van het EPC-label, EPC-rekenmethodiek. Nou, de kwaliteit van een huis kun je zeggen naar label C, hoewel dat ook vrij weinig zegt over de werkelijke kwaliteit. Een beter referentiegetal is ongeveer de kilowattuur per vierkante meter en dat zat in die tijd op een bijna 200 kilowattuur per vierkante meter. We zitten nu, anno zeg maar 2019, 2020, 2018, EPC 0,4 ingevoerd. Zitten we gemiddeld op woningen die op een 98 kilowattuur per vierkante meter zitten. Waarbij de verdeling natuurlijk ook altijd is dat deels huishoudelijke energie is, tap, water en verwarmen. Hè. Wat passief bouwen focust zich vooral op verwarmen. We willen die 15 kilowattuur per vierkante meter voor verwarmen halen. Maar we blijven natuurlijk nog steeds ook huishoudelijk verbruik hebben. En dat zal relatief gezien niet heel veel wijzigen. Hoewel je ook de elektrische apparaten en dat soort dingen in de PPP-berekening wel allemaal meeneemt. We gaan nu naar de bank, dus we leggen de eis, gaan we naar een 55 kilowattuur. Maar dat is wel afhankelijk van je gebouwschil. Bij een ALS, ALG van boven de 3 verhouding kan de eis, bank 1 eis, ook zomaar boven de 100 kilowattuur per vierkante meter zijn. Dus ik vind dat die lijn had ik als passiefbouwer graag nog wat scherper gezien. Om te zeggen van we leggen daar maar weer meer focus op om te zeggen we gaan automatisch wat minder energie gebruiken. Heeft ook te maken met de methodiek hoe de bank is opgesteld en het ventilatiecomponent die er wel of niet bij in zit. Bij passief bouwen is de ventilatie meeberekend en daardoor door het rendement van de WTW zorgt er ook voor dat je op die lage 15 kilowattuur per vierkante meter uitkomt. Ik sla nou één slide over. Wij willen naar de PPP toe, waarbij we met name de verwarmingsvraag, het grijze vakje natuurlijk, enorm naar beneden brengen. Die vertaling van die energieconcepten. Onlangs heb ik deze online gezet en hier zet ik nog eens even de relatie tussen verwarming met een gasketel. Wat natuurlijk niet meer mag, maar wat nog vele huizen wel gebeurt. Ten opzichte van elektrisch zonder rendement en elektrisch met een rendement, dus een W van warmtepomp. Gezet tegenover de verschillende energieklasses die een woning hebt. En moet je eigenlijk kijken naar de kilowattuur energiekwaliteit van een huis. En nou, uitgangspunt zal nu zijn de ene laatste bankvariant rond de 55 kilowattuur aan energiekwaliteit. En de bank 2 en bank 3, die dwingen je min of meer om dat met een energieopwekker te doen die een bepaald rendement heeft. Dus in mijn beleving laat bank 1 heel veel ruimte, waardoor we relatief veel energie als behoefte hebben. Die we dan moeten compenseren met bank 2 om die behoefte toch maar naar beneden te brengen, waardoor we feitelijk weer een hoog stroomverbruik hebben. En dat compenseren dan vervolgens met bank 3.
Dus mijn idee kan dat allemaal veel makkelijker om te zeggen van we gaan passief bouwen. We leggen de basis op 15 kilowattuur. Het is niet duurder. En in de basis besparen we daar ook veel meer CO2 mee. En dan kom ik met mijn laatste slide aan te zeggen wat, om toch nog weer even die focus te leggen op waarom doen we dit allemaal met z'n allen. We hebben maar één wereld en er is geen enkele reden om te denken dat iemand van buiten ons af ons komt helpen om het klimaatprobleem op te lossen. Daarmee sluit ik mijn gedeelte af en geef ik graag het woord weer aan Gerrit. Dankjewel Ruud. Nu hebben jullie allemaal heel goed inzicht in wat de voor- en nadelen, wellicht nadelen, Ruud heeft ze niet echt genoemd, maar zouden kunnen zijn van passief bouwen. En wij zijn naast passief bouwen met verschillende energie- en klimaatconcepten hebben gevraagd aan de bouwcombinatie Treb & Klok om dat door te rekenen, wat de meerkosten zijn. Ik heb ze hier ook even op het scherm tevoorschijn getoverd, waarbij de twee varianten met een kruis erdoor op dit moment dus geen optie meer zijn, omdat dat nog gasvarianten waren. En vanuit de zorgorganisatie was vooral ook een aantal toetsingscriteria belangrijk. Ik noemde ze al eerder in mijn eerste deel van het verhaal. Maar onder andere de bruikbaarheid, maar ook de kosten op lange termijn. We hebben vooral gekeken naar de total cost of ownership in plaats van alleen maar de meer investering in kosten. En ook over beheer en onderhoud. En uit die afwegingen hebben we door laten rekenen door energiebreed. En daar bleek ook uit dat passief variant waar wij voor gekozen hebben uiteindelijk ook qua investering zelfs nog de laagste meerkosten had ten opzichte van conventioneel. En dat uiteindelijk ook in de totale beheer- en onderhoudscyclus hiermee veel meer geld bespaard kan worden. En dat heeft dus de keuze onderbouwd waarom wij hebben gezegd, ja, we willen passief bouwen vanuit de zorg. Geeft dat de voordelen dat het duurzaam is in verbruik en kwaliteit. Het voordeel toen was al dat het gasloos was, hoewel dat toen nog niet verplicht was. Het is een eenvoudige installatie, hij is binnen regelbaar. Maar we hebben wel vanuit het comfort van de klantgroep gezegd, we willen een kleine elektrische radiator in zowel de woonkamer als de slaapkamer, zodat ook eenvoudig een directe warmtevraag ervaren kan worden door de bewoners, wat voor deze klantgroep heel belangrijk is. Als het goed is zijn de energielasten straks in de exploitatie een stuk lager, zowel voor de bewoner als hij moet gaan huren, als voor de zorginstelling voor het totale verbruik. En ook de lagere investeringskosten hebben natuurlijk meegespeeld. En dan zou ik bij deze graag het woord aan Heiko willen geven om het over te nemen richting het gebouw. Als Heiko nog actief is. Dankjewel Gerrit. Samen met de instelling is de keuze gemaakt en voor ons als belegger is dit concept, als het gaat om reductie van exploitatiekosten, natuurlijk ook zeker interessant. En ook voor Treb waren de lagere investeringskosten ook aantrekkelijk. Dus bij elkaar genomen was dit concept die voor alle betrokkenen resulteerde in het beste resultaat. Vanwege de tijd wil ik jullie heel snel meenemen in hoe dat zich vertaald heeft in het complex. En de sheets zijn wat dat betreft geeft voldoende weer hoe het project is opgebouwd. Als eerste de isolatiewaarde die toegepast is en luchtdichtheidswaarde. Wat ik hierover kan zeggen is dat ik vanuit Treb en ook vanuit Richard echt heb meegekregen dat het in de bouw helemaal niet zo ingewikkeld bleek te zijn om deze prestatie-eisen te halen. Het is meer het gevoel van het is nieuw, het is anders, maar het is in principe technisch gezien eigenlijk helemaal niet zo'n grote uitdaging om dit te halen, terwijl we dat wel dachten aan de voorkant dat dit het geval zou zijn. Dat is iets wat me bijgebleven is. Ten aanzien van de verwarming, elektrisch verwarmen, dat is toegepast, juist om te inspelen op die regelbaarheid en die hoge warmtebehoefte die ouderen hebben. Nou, wat we nu hebben gedaan, en dat is misschien wel een stukje praktische kennis, is dat we gestart zijn met het vaststellen van de temperatuur op 22 graden. En langzamerwijs zal klein geluk de radiatoren vrijgeven, eerst naar met door middel van bewegingssensoren dat ze uitvallen als er geen beweging is. En uiteindelijk zullen we de temperatuur volledig vrij gaan geven. En dat zal afhankelijk zijn ook hoe dat
effect gaat zijn in de monitoringsgegevens. Dus stapgewijs gaan we de bewoners en personeel laten wennen met elektrische verwarming. Uiteindelijk in badkamers zijn infraroodpanelen toegepast. Ja, en dat is nu al zoveel toegepast. Dat is gewoon een hele goede geschikte oplossing in met name sanitaire ruimtes. Het ventilatiesysteem is, elke bewoner heeft zijn eigen WTW-unit. En wat daar belangrijk in is, dat we zowel gekozen hebben voor automatische regeling op basis van CO2 en luchtvochtigheid, als handmatige bediening. Dus je hebt de zekerheid van de automatische regeling, maar je hebt ook nog altijd de regie om zelf de ventilatie op hoogstand te zetten. Het passief koelen. Binnen de zorg gelden zware eisen ten aanzien van opwarming, ook weer vanwege die doelgroep. En dan binnen het passief concept zijn een aantal methodes om dat temperatuur onder controle te houden. Als eerste is dat de goede isolatie en de WTW-unit om warmte buiten te houden in een zomersituatie. De nachtventilatie in de bijpas. Daar kom ik straks even terug. De bijpas wil zeggen dat er rechtstreeks lucht van buiten wordt gebruikt om de binnentemperaturen af te koelen. Handmatig spuien door het openen van ramen is ook een belangrijk onderdeel om zomers de temperatuur op orde te houden en automatische zonwering. Wat wij ook hebben gezien is dat het toch wel spannend is. Van gaat het allemaal werken? Dus we hebben ook een plan B uitgewerkt met adiabatische koeling. En dat wil zeggen dat je eigenlijk ook nog mogelijkheid hebt om 1 of 2 graden extra bij te koelen. Het ventilatiesysteem zijn nog een leermoment gekomen. We hadden de radiatoren vastgesteld op 22 graden. Maar ook de bijpas op 22 graden. En dat heeft tegen elkaar ingewerkt. En wij zagen op een gegeven moment het energieverbruik toch niet oplopen. En dan zijn we achtergekomen dat de oorzaak was dat die twee systemen tegen elkaar in gingen werken. Ruud heeft dat inzichtelijk gemaakt van hoe ziet dat er nou precies uit. In blauw heeft Ruud aangegeven hoe het passief certificaat het verbruik zou zien. Rood is de opslag vanwege de 22 graden die eigenlijk voor de doelgroep passend is. En dan zie je uiteindelijk van wat het verschil is tussen ventileren met de bijpas open versus ventileren wat dat aan extra theoretisch extra energie kost. Uiteindelijk, de laatste kolom is de gegevens die wij gemeten hebben via INAX. Daar komen we straks op terug. En dan zie je op een gegeven moment, als het maart en april is, dan zien we langzamerhand steeds verder uit de pas lopen, omdat steeds vaker die bijpas open blijft staan. En zo zie je dat bij elektrisch verwarmen het allemaal wel wat gevoeliger is. En je ziet bepaalde dingen gebeuren die je misschien normaal gesproken nooit had ontdekt, omdat het dan ja, veel minder gevoelig is dan bij elektrisch verwarmen. Dus dit was een belangrijke les die wij geleerd hebben in het instellen van die temperaturen. Nou, wat ook belangrijk is binnen het concept is de toepassing van boilers. De boilers zijn niet de meest economische keuze. Echter, we hebben strategisch gekozen om boilers toe te passen, zodat als over 15 jaar als de boel vervangen kan worden, kunnen we alsnog een hele zuinige keuze maken en maken we dan wel de finale stap naar een energievriendelijke oplossing. En met de huidige situatie hebben we ook gezien van oké, kan je dan met die boilers nog meer energiereductie halen? Ja, je kan de boilers in vakantiestand zetten bij leegstand. We kunnen de temperatuur laag instellen en ook boilers laten opwarmen als de zon schijnt. Dat zijn dingetjes waarbij wij gezegd van oké, daar zijn nog wel ontwikkelvragen en optimalisaties. Wat helaas jammer is, dat we relatief weinig feedback hebben vanuit de bewoners en uit de bewoners. Omdat in gebruikname is gelijk de coronacrisis geweest. Waardoor we eigenlijk nog, heel die interactie heeft niet plaatsgevonden. Dus we hadden UO's om binnenklimaat te meten, die zijn niet gebruikt. Dus op het gebied van de interactie met personeel en bewoners, hoe dat nou in zijn werk gaat, daar komen we hopelijk over een half jaar kunnen we daar meer over zeggen. In de afgelopen periode was het eigenlijk een hele bijzondere. Dus die kennis is er op dit moment nog niet. Aan de andere kant, echte klachten zijn er ook niet. Dus het is niet zo, hoe het functioneert, resulteert niet in klachten. Dus dat is vaak ook wel een goede indicator. Elektra monitoring is cruciaal, dat doen wij ook. We lezen alle elektra uit op de locatie. En dat is ook een voorwaarde voor toepassing van elektrische verwarming. Tot slot, nog
een tweetal interessante parameters. Als eerste de bouwkosten. Vanuit de Trebbe hebben we de investeringskosten per vierkante meter gekregen. Dat je het gevoel krijgt, oké, hoeveel heeft dat project gekost om zo te realiseren. Dus voor de fineuten en finale gewijs bij Benzijn Nieman hebben wij gevraagd van oké, zet dat passief concept inclusief elektrische verwarming in de bank. Wat wij daar hebben gezien is het volgende, is dat we eigenlijk aan bank 1 ruimschoots en makkelijk voldoen. Echter, in bank 2 komen we eigenlijk net tekort. En in bank 3, het opbrengst van PV-opbrengst, wat daarin staat, dat halen we niet. We hebben gekeken van hoe zouden we dat een volgende keer kunnen oplossen. Wij kunnen dit relatief makkelijk oplossen een volgende keer. Door bank 1 te verbeteren, zullen we bank 2 ook kunnen laten voldoen. Echter, het zal altijd resulteren in misschien 305 extra PV-panelen, 3,5 per woning, om echt ook bank 3 te laten voldoen. En de vraag is of die oppervlakte aanwezig is op het dak. Een andere manier is de boiler gaan vervangen door een luchtwarmtepompboiler. Nou, daarmee voldoet zowel bank 1 als bank 2. En dan zou je slechts 125 PV-panelen extra nodig hebben om ook bank 3 te laten voldoen. Ja, en die ruimte is op het dak wel degelijk aanwezig. Dus dit, als je nu het concept bekijkt, zijn dit eigenlijk de resultaten. En eigenlijk onze conclusie is eigenlijk dat de boilers eigenlijk degene zijn die het meest negatieve effect hebben op op de bankresultaat. En niet zozeer het passief bouwen aan zich. Dat scoort uit, daar kan Harm eventueel aanvullend nog wat over zeggen. Als we dit allemaal bij elkaar hebben genoemd, we moeten naar afronding toe. We willen nog een aantal punten op een rij zetten die wij willen meegeven. Als eerste de PRPP. Wij zien dat echt als een hele mooie rekenmethodiek om warmtevraag te bepalen, ook voor bestaande bouw. En wij denken dat het heel goed is om daarom door te ontwikkelen, want ook in bestaande bouw zien we daar echt wel goede kansen voor. Het passief certificaat lijkt een kostenpost, maar wij zijn echt van mening van dat is een super goede kwaliteitsborging, want je hebt ook als opdrachtgever gewoon een garantiebewijsje dat je product ook voldoet aan wat overeengekomen is. Wat jammer is, en dat besef moet je hebben als je passief gaat bouwen, dat en met name elektrisch gaat verwarmen daarbij, is dat EPC, energielabel, GW allemaal geen beloning geven. En ook dat bank zelfs dat elektrisch verwarmen ook nog extra afschaf. Belangrijk wel bij elektrisch verwarmen, wat we gezien hebben, zorg dat het goed regelbaar is en zo slim mogelijk. Want je kan eigenlijk extra elektrische verwarming heel slim inregelen, waardoor je het ook zeer zuinig kan maken. En zorg daarbij ook dat je dan elektra monitort, zodat je ook precies kan doen wat je doet, dat je dat ook zichtbaar kan maken voor de bewoners, dus voor de gebruikers en de gebouweigenaar. Zonwering is bij passief bouw volgens ons onontkoombaar. En de aandacht voor de instructie voor bewoners, ook bij dit concept, is ook weer net zoals alle andere concepten hartstikke relevant om die bewoners en ook personeelsleden mee te krijgen in het concept. Warm tapwater, tot slot, is uiteindelijk de grote uitdaging die blijft. En ik denk dat die uitdaging veel breder is dan alleen passief bouwen. Want hoe beter we isoleren, is feitelijk eigenlijk warm tapwatervraagstuk wat overblijft. Dit waren onze aandachtspunten. Onbekendheid in de markt is iets waar we continu tegen aangelopen zijn. En we hopen in ieder geval deze presentatie daaraan te werken om het manier van passief bouwen meer onder de aandacht te brengen. En ik hoop dat ieder hier zijn voordeel uit weet te halen in zijn of haar project. Dank jullie wel. In principe zijn er mogelijkheden voor vragen. Ik heb ze gezien in de chat. We zullen de chat anders even nalopen. En gezien de tijd denk ik dat wij het ook hierbij gaan laten. En ook ieder bedanken voor de aanwezigheid. Dank jullie wel.